we zitten in de bus richting Code Rood, richting Groningen. Oké, ik ben jullie tegengekomen. Wie zijn jullie twee? Boris, Agla. Hoi. Simone. Oké. Hebben jullie eerder al klimaatacties meegedaan? Ja, alleen in Bonn. Ik ben nog niet in de Code Rood actie. Ik was vorig jaar wel bij de actiedag, maar nog niet terug. Je hebt de actie toen wel meegedaan? Ja. Oké. Oké, ja. En wat heeft jullie doen besluiten om dit jaar mee te doen met Code Rood? Voornamelijk alle problematiek ook met de Groningers. Dus hoe dat gecommuniceerd wordt vanuit de overheid en vanuit de staatsmedia en NOS. Dat is vrij schandalig. Ja. En daarnaast natuurlijk gewoon hoe het klimaat zich op dit moment in welke richting wordt gegeven en dat we daar niet meer geld bij kunnen maken, dat vind ik op zijn minst absurd. Ja. Yeah. Wat mij betreft heeft de fossiele industrie gewoon een tekenbeleid nodig. En Code Rood die organiseert het heel goed. En daar maakt het graag heel graag. Oké, wat verwachten jullie van de actie? Hoe het gaat zijn? Ja, wel gezellig. Wat hebben jullie al actietrainingen meegedaan of zo? Ja, één keer wel. Ik ga morgen ook nog een actietraining meedoen. Mijn verwachting is dat het gewoon een succes zal zijn. En dat we met een grote groep mensen daar de weg blokkeren. Je denkt ook dat het effect zal hebben? Absoluut. Ja. Oké, okay, en wat zouden jullie de Groningers mee willen geven? Kom ook. Ja, allemaal komen. Ja, zoveel mogelijk. Wij staan met jullie en we willen het echt gaan. Open for the moment.